Een derde van het seizoen zit erop. Lorenzo heeft al een voorsprong van 25 punten. Dat is een complete wedstrijd. Is dat een groot gat op dit deel van het kampioenschap? Ja, dat is een vrij groot gat. Ja, maar ja, als je aanstaande zaterdag een kapotte bougie hebt, dan ben je er 25 kwijt. En dus daar moet je realistisch in zijn. Maar het kan ook zo zijn dat Casey die vette pit hebt, zal ik maar zeggen. En dan sta je er 50 voor. En dat is een heel ander verhaal. En ja, goed, het werkt natuurlijk wel heel erg positief. Ook voor zijn rijstijl van Gorgen. Kijk, je moet zo zien dat Casey die moet nu 5 wedstrijden winnen. Om gelijk te komen met Gorgen. Dat is een enorme opgave. Dat zie ik hem niet aan de minuut doen. Want als je terugkijkt naar het begin van het seizoen, heb Gorgen altijd een eerste of een tweede plek gepakt. Dus ik zie Keesje niet aan de minuut 5 wedstrijden winnen. En dat weten die jongens. Dat is best een opgave om dat te realiseren. Die voorsprong is gewoon heel erg belangrijk. Als je nu in een split second zou moeten antwoorden, dan is Lorenzo de kampioen van 2012? Hij heeft op dit moment de beste papieren, maar het is zeker geen gelopen zaak. Je kan van allerlei problemen krijgen. Misschien het weer, een keer een valpartijtje, een keer een botbreukje of wat dan ook. Want jongens, vergis je niet, die riskeren gewoon elke race alles om boven op dat podium te staan. En een valpartijtje en een botbreuk is natuurlijk gauw gebeurd in deze sport. Dus daar loop je zomaar 2-3 wedstrijden naast de motor. Tot slot nog even terug naar vorig jaar, want jij kent de tijden van Lorenzo natuurlijk. Die is nog vijfde geworden na zijn crash, terwijl Spies won. Maar had Lorenzo gewonnen als hij niet gecrashed was? Nou, hij werd zesde vorig jaar, hoor, maar dat maakt niet zoveel uit. Ik weet het niet. Als ik terug ga kijken naar de rondetijden, want die zijn natuurlijk daar achterhalen. En je haalt die eerste ronde uit, die crashte. Dan had hij niet gewonnen, want Ben was gewoon sneller. Maar het lag wel heel erg dicht bij elkaar. En als je crasht, dan heb je zijn fiets was beschadigd, klepon stond een beetje scheef. Dus je kan dat niet helemaal waterproef naast elkaar leggen. Ben ging gewoon heel erg goed het hele weekend vorig jaar. Het was heel erg koude omstandigheden en speciale omstandigheden. Ik denk wel dat hij op het podium had gestaan, maar ik denk niet dat hij hem gewonnen had.